Nou, we kijken nu naar het beeld van Rotterdam TV, waar Cineac TV al 13 jaar op uitzendt. Zoals jullie kunnen lezen is de licentie naar Stichting Open gegaan. Maar goed, sinds gisteren is dit beeld te zien op Rotterdam TV. Maar hoe zit het nou, Wim? Nou, totaal onverwachts heeft gisteren de Sloor besloten om te stoppen met uitzenden. Zij zeggen dat tot eind februari hadden ze de vergunning om uit te zenden, daarna niet. En komt er een nieuwe club. Ik had begrepen dat die club heel geleidelijk daarin zou groeien. En dat op de een of andere manier daar, de moed van de gemeenteraad. En dat op de een of andere manier dat van de ene club naar de andere zou gaan. Maar nu is ineens club 1 gestopt en club 2 nog niet klaar. En, ja, maar waarom hebben ze dat al eerder kenbaar gemaakt? Nee, helemaal niet. We hebben woensdag een brief gehad dat ze na zaten te denken over wat ze zouden gaan doen. En donderdag hebben ze de stekker eruit getrokken, zou je kunnen zeggen. Zonder kennisgeving? Ik heb er verder niks van gehoord. Ik hoorde van een collega van een andere instelling. Je hebt allemaal clubjes die maken tv-programma's. Wij zijn Cineac TV verreweg de grootste. Dan heb je bijvoorbeeld Guno hier, die is van Nelon TV. Ja. Nou, die maakt ook altijd christelijke programma's maken wij. Ja. En dan, op een gegeven moment, net wat Wim zegt, het kan niet zo doorgaan dat op een gegeven moment je plotseling maak je televisie aan en geen programma. Nee. Dus, ja, zonder te laten weten. Nee. Ja, zonder het te laten weten. En zoals Guno zo zijn er wel tientallen kleine zenders. Die ook programma's maken en is wel lastig voor de kijkers en ook voor de mensen die programma's maken. Want misschien hebben ze een speciaal programma gemaakt en op een gegeven moment heb je geen programma. Nee, precies. En mensen kijken, ze komen kijken om dat speciaal programma te kijken en ze zien niks. Nee. Dus ik vind het niet handig dat het zo is gebeurd. Ja, maar wat nu? Want ik maak natuurlijk zelf ook een Cineac Noord wekelijks. Moet ik daar nou mee doorgaan of niet? Nou, we laten ons niet kisten door die gasten. Kom op zeg. We gaan gewoon door met programma's maken. Alleen, je weet niet zeker of ze uitgezonden... Ik bedoel, we gaan ze ooit wel uitzenden. Maar voorlopig gaan we in ieder geval via internet gaan we door met uitzenden. Cineac TV heeft aan de wethouder gevraagd, wethouder Laan... van grijp alsjeblieft in en regel dit. Want wij willen in ieder geval gewoon de rest van het jaar... willen we gewoon zorgen dat er goede uitzendingen zijn. En ja, ondertussen heb ik geen idee. Wat mij betreft is het gewoon maandag allemaal geregeld. Ik vind dit zo flauw. Heb je al iets gehoord of zo van de gemeente? Ik heb nog niks gehoord. Nee, ik begreep wel dat mensen van GroenLinks bezig zijn om het uit te zoeken. En die wilden vragen gaan stellen. En er zijn allemaal commissies waar ze dan over gaan praten. Maar kijk, wij hebben helemaal niks te maken met die zender. Hè? Ja. Behalve dat we ervoor betalen om daar zendtijd te kopen. We krijgen natuurlijk ook subsidie voor. Dat voorwaarden dat we uitzenden op dat het uitgezonden wordt. Ja, zeker. Maar het is gewoon, wij betalen ervoor. En het is net als bij andere mensen, als je de kraan opendraait, weet je, dan komt er water uit. En op een dag doe je de kraan open, komt er helemaal niks uit. Weet je? Wat moet je dan doen? Nou, daar zitten wij nu een beetje in. Nou, als nou maandag geen uitzending zijn, wat dan? Ja, dan even kijken, wat kunnen we doen? Dan gaan we protesteren. Ja, misschien moeten we wel actie voeren. Dan, je kan van alles bedenken. Maar ik weet nog niet. Ik ga er gewoon eigenlijk vanuit dat het snel weer voor elkaar komt. En anders dan, kijk, er zijn in Rotterdam elke dag tientallen omroepen. En ik zal echt niet zeggen dat iedereen nou van die geweldige programma's maakt. Maar die mensen doen wel allemaal hun best. Tientallen omroepen, honderden mensen die gewoon dag in dag uit met camera's in de weer zijn. Uren zitten te monteren. En dan komt s'avonds dat programmaatje. En soms kijken er misschien, weet ik veel, misschien maar 1000 mensen. Of die kijken dan naar hoe Guno een filmpje heeft gemaakt van iemand die bezeten was door de duivel. Kan me niet schelen waar het over gaat. Maar er zijn honderden mensen zijn daarmee bezig. En het is gewoon een schande. En die zijn allemaal de dupe. Dat is gewoon een schande dat het gewoon nu niet door kan gaan, die uitzendingen. Dus dat moet gewoon heel snel hersteld worden. En dat zal de wethouder ook vinden. En volgens mij moet ze dan maar eens even flink op tafel slaan. En of ze nou de tafel door midden slaat bij Open of Sloor, dat zal mij een zorg wezen. Als wij maar gewoon die uitzendingen kunnen maken. Oké, dankjewel. Alsjeblieft.